sfeer in die club en in de stad, dat is wel iets speciaals. Zondag is het weer zover, de Gelderse derby. En omdat elke derby helder maakt, keken we samen met hen terug op een aantal geweldige momenten. Het zijn hele speciale wedstrijden. Toen ik, wat is het, 4 jaar geleden daar speelde, beleefde je ze wel op een... vooral die week daar naartoe is heel bijzonder. Wat ik altijd bijgehouden, als je tegen de Wittes de wedstrijd wint, ja, dan de hele jaar is gewoon prima. Dus ongeacht wat gebeurt in de volgende 32 wedstrijden, ja, dan ben je al een held. Ja, die wedstrijd zelf natuurlijk, dat is een wedstrijd op zich. Ik weet van mijn eigen tijd, als je die wint, ja, dan was je de held van het jaar, zeg maar, als team zijn. En dan kon je vrij weinig fout doen dat jaar. Ja, yeah, they can see everybody is talking about this game in the club and around the club and in the city. So this is the most important game for the season. So yeah, you can feel it a lot. Ik merkte het heel erg ook met dat het leefde met, nou, ook gewoon op kantoor. Dat de mensen natuurlijk die daar zaten, die ook gewoon een hart voor de club had en die ook gewoon nou, ik wil niet zeggen spannen, maar er was gewoon een bepaalde sfeer die daar ontstond voor zo'n wedstrijd. En ja, dat merk je als speler ook. Mijn 500ste wedstrijd was in de Eredivisie of in betaalde voetbal. Daar winnen. En volgens mij na 33 jaar in de Gelderdom 1-0. Ja, is gewoon topmomenten. NEC wint voor het eerst sinds 1979 in Arnhem. Leroy George bezorgt NEC de 3 dik en dik verdiende punten. En kijk naar het feest met de supporters. Sinds de scheidsrechter gewoon de wedstrijd begint op te fluiten. En de wedstrijd begint, wij hebben het gevoel gehad dat vandaag iets te halen hier, weet je. En uiteindelijk viel de doelpunt op de kwartier voor de tijd. Ja, en dat is de vreugde wat daarna gebeurt, ja, dat is gewoon ongekend. Weet je, daarom is het mooi de voetbal. Als je als speler gewoon zoiets dingen kunt je meemaken, ja, dan is gewoon, krijg je kippenvel. Als wij één keer daar winnen, ja, dan krijgt de hele team gewoon een sigaartje. Ja. En ik heb gezegd, ja, waarom niet? Weet je, dit is een ideale moment om daar op te steken. De penalty. Dat was de eerste wedstrijd in de play-off, dacht ik. Ja, toen die viel, toen dacht ik inderdaad gelijk van, geef mij de bal maar. Laat mij er maar inschieten. Ik heb Piet natuurlijk een beetje, dus hij had ook al wat praatjes voordat ik hem nam. Maar volgens mij ging die aardig de verkeerde kant op. Ook al was hij de goede kant gegaan, dan zat hij er ook in. Nee, dat is een fantastisch moment. I was happy, of course, because yeah, it was an important goal, also for 2-0. Yeah, I was really, really happy. Ik heb gezegd, ja, Gabor, weet je, doe maar een keer gek. Omdat natuurlijk toen was hype, of hype, weet je, dat wij met z'n allen gewoon gaan en de handjes omhoog, weet je, samen op een rijtje. En ik zeg, ja, weet je, doe ik iets geks. Heel spontaan, ik spring gewoon buiten, hop, supporter in en doe ik mee vanuit de andere kant. En het is ook een club waar je moet gewoon 90 minuten keihard knokken. En als een team spelen, helpen elkaar. Met als 12e man de supporters achter de rug. Dus ook al kom je uit een eigen andere land, zo'n week, dan merk je het heus wel. En zoals ik zeg, nou ja, in het begin van de week kan die jongens die langer zitten, die kunnen ook een beetje vertellen hoe en wat. En ik denk dat dat hij voor die jongens die de eerste keer meemaakt een wedstrijd is die ze niet snel gaat vergeten.